Nou, kort vlogje, ballenbak, lorig. Ik had gehoopt dat ik vanmiddag te horen kreeg dat er toch een lockdown komt. Dat iedereen collectief zou denken, laat nog één keer zoveel mogelijk kinderen een hele leuke middag geven en het zou niet uit moeten maken waar. En als je dan ziet hoe treurig rustig het is in een indoor speelparadijs, juist vanmiddag. En als ik dan via moet horen hoe extreem druk het bijvoorbeeld in een binnenstad is, terwijl je ook zo ongeveer alles online kan bestellen. Nou, dan weet ik wel wat ik en mijn medemensen heb. Ik weet niet wat we gaan meemaken. Maar ik zal je wel één ding op voorhand zeggen. Laten we er collectief allemaal het beste van maken. Laten we proberen zoveel mogelijk plezier en lol te blijven maken. Met name voor de allerkleinste. En houd er rekening mee dat de boodschappen nu achterlijk duur gaan worden. Want als er heel veel winkels sluiten, dan ga je hele vreemde concurrentieprijzen krijgen. Ik ga me nog even druk houden met mijn drie vriendjes hier. Ik heb heel veel telefoontjes gemist vandaag, heel veel sms'jes, heel veel whatsappjes. Ik heb bewust ook heel veel gewoon laten rinkelen. Ik heb heel veel ook nog niet gezien. Dat klopt, dat is omdat ik druk ben op de glijbaan, op een springkussen, in de ballenbak, met blokken bouwen, in dat klimtoestel. Dat is omdat ik, als ik kies, dan kies ik altijd voor het belang van die ukkies. Zal ik altijd kiezen, want hun zijn er maar één keer klein. Dus ja, ook ik heb vanmiddag werkelijk alles uit mijn handen laten vallen. Het roer omgegooid. En zegt, het is nog even een keertje partytime. Alleen jammer genoeg heb niet heel Nederland er zo over gedacht. Nou, ik wens jullie alvast eet smakelijk. En voor alle mafketels die nog in de binnenstad lopen, veel geluk in de binnenstad. En enjoy the ride. Besef wat komen gaat en weet dat het heel veel is.